Hoi Ingrid. Hoi Henk. In wat voor soort huis woon je eigenlijk? Ik woon in een rijtjeshuis, heel gewoon. Jij toch ook? Ja, dat klopt, ik ook. Ik dacht dat je in een villa woonde. Waarom? Hoe kom je daar nou bij? Ja, sorry, ik zag laatst een foto op Facebook van je. Ik dacht dat het bij je thuis was. Ik zag je daar met een glas wijn in je hand. In een mooie tuin en iedereen, jij ook, had mooie kleren aan. En daar stond bij housewarming party. Dus ik dacht, hey, Ingrid heeft een nieuw huis. Maar je bent niet verhuisd naar die mooie villa. Nee, dat was bij een vriendin van me. Zij is met een bankier getrouwd. Dat soort mensen woont in een villa, maar jij en ik toch niet? Nee, natuurlijk niet. Ik vond het ook al gek. Nee, mensen als jij en ik wonen in een rijtjeshuis. Of in een flat. Ja, wij zijn gewone mensen in gewone huizen. En hoe ziet jouw rijtjeshuis eruit? Gewoon dus. Tuintje voor, tuintje achter, woonkamer en keuken beneden. Drie slaapkamers boven en een douche. Dat is het. Ja, precies zoals bij mij. Niks mis mee? Nee, niks mis mee. Maar ik heb wel iets interessants. Ik ga verhuizen. Nee, vertel. Ga je ook trouwen met een bankier? Nee joh, doe niet zo gek. Ik ga gewoon verhuizen naar een woning in een flat. Zonder tuin. Ik vind het maar lastig, zo'n tuin. Ik heb geen verstand van planten en van tuinen. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind een tuin juist leuk. Ik ben uren in mijn tuin. En als ik iets niet zeker weet van die planten, dan ga ik naar het tuincentrum van Global Garden. De mensen die daar werken weten alles over tuinen, bloemen en planten. Ze zijn heel vriendelijk en ze geven me veel goede adviezen. En nee, ik wil mijn tuin niet missen. Ik ga nooit meer in een flat wonen. Ik snap echt niet wat je daar nu zoekt. Oh. Dat is toch dom van je? Je woont in een rijtjeshuis en je gaat verhuizen naar een flat. Nou Henk, sorry hoor. Sorry collega, ik snap je echt niet. Nou zeg, je moet niet boos worden. Jawel, een rijtjeshuis met een tuin. En jij wilt naar een flat? Bah! Nou, fijne avond. Ja, tot morgen.